Hallo en welkom bij deze video van MBO MediaWijs. Vandaag wil ik het hebben met jullie over een tool die heet Padlet. En Padlet is een tool die ik vaak gebruik in de les als ik een bord wil maken op het scherm, waarbij ik leerlingen mindmaps laat maken, of ik met de leerlingen samen een mindmap ga maken, of als ik later na de les leerlingen iets wil laten inleveren. En dat ze met elkaar kunnen kijken op dat bord van wat er allemaal tot stand is gekomen. Laten we even samen kijken hoe we dat kunnen doen. Oké, welkom. We gaan beginnen met het maken van die Padlet. En als we naar het scherm kijken, in dit geval zie je het scherm als ik ben ingelogd. Als je iets een Padlet wil maken, moet je sowieso ingelogd zijn. Aan de bovenkant zie je of je kan meedoen aan een Padlet, populaire Padlets bekijken. Je kan je eigen Padlets bekijken, dingen die met je gedeeld zijn. Die je recent gemaakt hebt. Maar wij gaan een nieuwe schermafbeelding maken. Dat kunnen we op een paar manieren doen. We kunnen ze netjes onder elkaar zetten. We kunnen ze in een stream, dat ze onder elkaar verschijnen, stap voor stap. Allerlei soorten. En die heb je ook in schablonen. Dus dan hebben ze al een achtergrond en een bepaalde indeling. Zelf vind ik Canvas het leukste. En die gebruik ik ook het meest. Omdat die in de les ook zo mooi is. Want je kunt namelijk zelf. Je eigen moodboard ervan maken, of moodboard, eigenlijk meer een soort mindmap. Nou, kijken we naar het scherm. In dit geval stenen op de achtergrond. Bovenin hebben we de naam. Nou, die kun je aanpassen. En de aanpassingen doe je bovenaan bij aanpassen. Nou, waar zullen we onze Padlet over laten gaan? Laten we zeggen, we gaan een huis bouwen. Ons Padlet gaat over huizen bouwen. En onze subtitelomschrijving is: je moet toch ergens in wonen. Zo. Nou, dan kunnen we allerlei achtergronden kiezen. Nou, bricks of blueprint, misschien wel een goede. Nou, bricks vind ik wel leuk bij huizen bouwen. Je kunt je eigen achtergrond kiezen, dus dat is allemaal leuk. Nog wat instellingen over hoe je het wil gaan delen. Dat komen we later op terug. Dan bewaren we dit. Nou, en het begint. Dus je hebt de opties om je achtergrond te maken en je titel. En nu zie je rechts onderin zie je een roze plus. En als je daarop klikt, verschijnt je eerste post op je scherm. In dit geval is ons onderwerp huizen bouwen. Dus we typen we gaan een huis bouwen. En je kan je zo voorstellen dat je met leerlingen in de klas dat je dit wilt gaan doen om een soort van mindmap te maken. Dit kun je tijdens de les doen of dit kun je ook. In de les of na de les doen. Iedereen kan een link krijgen en dan kun je er samen aan bouwen. Nou, we hebben misschien een subonderwerp nodig. Dus we doen er nog eentje. Die gaat bijvoorbeeld over muren maken. En dan kun je nog iets onderschrijven wat erbij hoort. Muren zijn een belangrijk onderdeel voor de constructie van een huis. Nou, heel belangrijk, muren. En je kunt als je dit kun je groter maken, kleiner maken, verplaatsen. Je hebt een aantal opties om het erbij te doen. Als je hier op de zijkant op die drie puntjes klikt, krijg je alle opties. Dus je kan een plaatje, een link. Je kunt van allerlei dingen erbij zetten. Je kunt ook zelf iets tekenen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik teken hier een muur, hè, in ons geval. Oh, dat is de muur. En die is 3D zo. Kijk, wat een prachtige muur. Zo. Oh, alle kanten op. Oké, met stenen. Nou, je snapt het idee wel. Zo, prachtige muur. Zo, muur. Bewaar. Die wordt opgeslagen en die wordt dan bij jouw post erbij gezet. Als je nou zegt, ik wil bijvoorbeeld iets, constructie vind ik zo belangrijk, dan kun je dat ook highlighten, dik gedrukt maken. En zo maak je die subonderwerpen, maak je daaraan. Als je nou zegt, van, nou, dit hoort bij elkaar, dan kun je ook zeggen op die puntjes, dit onderdeel wil ik verbinden aan dat onderdeel. En dan komt er zo'n mooi pijltje bij te staan. Dus stel dat je nou nog een onderdeel wil maken. Je wilt behang, want dat hoort weer bij muur. Dan kun je weer zeggen, nou, dit onderdeel hoort dan weer aan dat onderdeel. En zo bouw je dat eigenlijk helemaal uit. Nou, ik gebruik het ook vaak met leerlingen als ik wil dat ze iets inleveren of als we ergens over gaan sparren.
of ik wil dat ze op zo'n onderwerp iets aanvullen. Dan kan ik het namelijk aan het eind kan ik het delen. En dan kan ik het op een paar manieren delen. Je kunt het nou, zo kun je het privé houden. Je kunt het met een wachtwoord beschermen. Dus leerlingen die kunnen daarin en dan moeten ze het weten wat het is. Je kunt het ook geheim, dan krijgen ze een link. En iedereen die die link heeft, die kan het bewerken. Dat gebruik ik vaak. Je kan ook leerlingen verplichten natuurlijk om een account te maken. Zit je natuurlijk wel een beetje met de AVG en hoe je dat allemaal gaat doen. Dus meestal kies ik ervoor dat ze geen account hoeven te maken en dat ze er gewoon in kunnen schrijven. Het nadeel vind ik dan zie je niet wie wat heeft gedaan. Dus als ze een account zouden hebben, dan zie je wel de naam van wie iets heeft aangepast. Dus ik vraag ze meestal om hun eigen naam er even bij te zetten. Nou, dit is Padlet. En eigenlijk voor mij een simpele manier om te mindmappen, te brainstormen, dingen overzichtelijk te maken. Oké, kort samenvattend. Padlet is eigenlijk een manier om een mindmap of een bord te maken. Dat je later kunt delen met leerlingen. Je kunt met die pijltjes mooi aangeven wat bij elkaar hoort. Achtergrondje veranderen. Leerlingen hoeven geen account te hebben. Jij wel. Het is met de gratis functies die we vandaag hebben bekeken al heel erg ruim in zijn mogelijkheden. Dus ik zou zeggen, bekijk het een keertje en bepaal zelf wat je ervan vindt. Fijne dag!